Zuid 2, Waddinxveen. Feestelijke start van het Plukbos. 17 januari 2024. De eerste bomen zijn geplant in het Plukbos. En dat gebeurde door wethouder Albert Kersies, omwonenden en geïnteresseerden van de nieuwe wijk van Waddinxveen. Zoals u waarschijnlijk weet is Zuid 2 een wijk met 160 woningen. Vrij ruim neergezet en een mooie mix van sociale huurwoningen, middenhuur, goedkope koop en hele mooie kavels waar mensen zelf hun huis neer kunnen zetten. Dus voor iedereen wat wils. Kinderen, ouders en grootouders scheppen aarde bij de nieuwe bomen in het Plukbos. De eerste boom gaat de grond in. Een droombeeld van het Plukbos in het Zuid-Zweden. Even opwarmen met koffie of warm chocolademelk. Beeld van kletsende geïnteresseerden. Er wordt een kopje chocomelk gemaakt. Droombeeld van de wethouder die grond bij de bomen doet. Wat een leuke start van het Zuid-Zweden. Een woonwijk met een groen hart. Het Zuid 2, Waddinxveen. Dit is een productie van Textueel Communicatie.